Onlangs heb ik mijn eerste speelfilm afgemaakt, uh, die heet Take Me nice. En in Take Me nice, um, ben ik uh, thema's gaan onderzoeken als identiteit en migratie. En uh, in de film uh, wordt uh, West-Europa tegen Oost-Europa uh, afgezet. Um, want het film gaat over een Nederlands meisje wat uh, een bezoek gaat brengen aan haar vader die uh, in Bosnië woont. En zij heeft Bosnische roots. En we volgen in de film drie personages. Dat meisje, haar neef, haar Bosnische neef, die een patriot is. En zijn beste vriend. Um, en dat is een jongen die heel graag naar West-Europa zou willen verhuizen. En uh, in de film worden de machtsstructuren tussen deze drie uh, steeds meer uh, voelbaar. Uh, dus um, ja, ik kom zelf ook uh, uit Bosnië. Ik ben uh, toen ik vijf was, ben ik, ben ik uh, uit Bosnië weggegaan. Uh, omdat uh, uh, daar toen een oorlog was. En toen ben ik in Nederland terechtgekomen... en via deze film kon ik ook mijn relatie met dat land weer opnieuw gaan uh, onderzoeken. Um, nou, in Take Me Sommer Nice heb ik geprobeerd een heel nieuw geluid uh, te laten horen. En uh, wat heel specifiek is aan Bosnische cinema... is dat het ook gelinkt is aan Joegoslavische cinema. Dus uh, tot en met 1990, 1991, was er... Ja, had je eigenlijk gewoon de Joegoslavische cinema? Dat zijn ook films die een bepaalde identiteit en de Joegoslavische identiteit uitdroegen. Uh, maar na de oorlog uh, werd Joegoslavië verdeeld in verschillende landen. En die verschillende landen die hebben geprobeerd om zich tegen elkaar af te zetten. Uh, alleen het ding was dat uh, in Joegoslavië um, waren de mensen niet zo anders van elkaar. Het was een socialistisch systeem en iedereen was in principe gewoon hetzelfde. Dus na de oorlog moest er ineens een soort van identiteit geconstrueerd worden. En cinema is daarvoor uh, ingezet. Um, en wat je zag was dat er opeens films gemaakt werden. waarbij een soort van islamitische uh, identiteit ook omarmd werd. Uh, wat je natuurlijk in het socialistische Joegoslavië helemaal niet uh, had. En, um, en dat, dat, ik zag dat dat eigenlijk ook steeds meer de, de Bosnische cinema begon, ja, begon, begon te domineren. Um, en zelf had ik daar niet per se. Um, Problemen mee, maar wat ik wel zag, was dat ook heel veel cinema over de oorlog ging. Um, en het is heel logisch dat wanneer een oorlog in een land plaatsvindt, dat er dan ook heel veel verhalen over gemaakt worden. Um, maar um, wat op een gegeven moment wel aan de hand was, wat ik zag, was dat de jongere generatie daar echt uh, onder begon te lijden. Want de, de, de mensen die na de oorlog zijn geboren, uh, die konden op die manier geen eigen stem krijgen. Want alle films, de jonge acteurs, die konden alleen maar in films spelen, die gingen over de oorlog. En uh, wat ik uh, graag wilde doen, wat ik met Take Me Somewhere Nice heb gedaan, was juist de jonge generatie een stem geven. Licht op hen schijnen. Niet alleen de jongere generatie in Bosnië, maar ook uh, een jonge generatie in Nederland. Een, een generatie die opgroeit, uh, die hier is geboren, maar die ouders heeft, die roots ergens anders hebben. Um, dat vond ik ook een, 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 een generatie die heel erg onderbelicht wordt uh, in, in de Nederlandse cinema. Dus ik heb geprobeerd om Zowel in de Nederlandse cinema licht te schijnen op mensen die je niet vaak ziet, maar ook in de Bosnische cinema. En dat zijn mensen van een jonge generatie. Um, en um, dus op die manier um, heb ik geprobeerd om, om ja, verhalen die onzichtbaar zijn een, een, een plek te geven. En um, ook misschien een invloed uh, te laten uitoefenen op de vorming van identiteit van een land en ook van een generatie. In Bosnië is een groot verschil tussen de oudere generatie en de jongere generatie. En ik denk dat je dat verschil niet alleen in Bosnië ziet, maar dat zie je nu in heel Europa zie je dat ze, en wereldwijd eigenlijk. Zie je dat verschil uh, steeds scherper worden. Um, uh, wat je ziet dat, is dat in Bosnië is de oudere generatie die is heel erg nostalgisch is naar uh, een, een, een plek in het verleden. waarin dingen misschien duidelijker voor hen waren. Um, en uh, de oudere generatie die de macht heeft in Bosnië, dat zijn, ja, dat zijn de nationalisten. Dus, dus de mensen die, uh, waar wij hier heel erg bang voor zijn, uh, populistische stromingen, die hebben in, in Bosnië, hebben zij daadwerkelijk ook de politieke macht. En het is een ontzettend corrupt systeem. Um, de jongeren uh, die, uh, houden zich heel erg afzijdig van politiek. En die zijn heel erg verbonden met de rest van de wereld door digitale media. Dus uh, de jongeren zijn, zitten allemaal op Facebook en op Instagram en die weten precies wat er in de wereld speelt, maar die voelen zich niet politiek betrokken bij het land. Dus er is een hele grote kloof um, tussen die twee generaties. En um, ja, ik denk dat uh, kunst en film is wel een manier voor de jongeren om ook uh, hun stem te laten horen en ook om contact op te zoeken met de rest van de wereld. Nou, mijn, mijn hoofdpersonage is een, um, is een meisje, een, een, een jonge vrouw. Die, uh, niet heel erg, uh, die zich niet heel erg aanpast aan wat er van haar verwacht of gewenst wordt. Dus zij doet heel erg waar ze zin in heeft en ze reageert heel erg op impulsen. En ze is ook seksueel actief en ze is heel rebels. En ik merkte wel tijdens het maakproces van de film dat zij. Ja, dat zij wel wat reacties opriep, uh, ook um, van uh, het Bosnische gedeelte van de, van de crew, dat zij niet altijd gewend waren om, om, om zo, met zo'n personage geconfronteerd te worden. En in die zin heeft zij denk ik ook heel erg iets Nederlands, of iets heel erg Amsterdam, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, want ik denk dat in Amsterdam um, ja, zijn uh, vrouwen, en vooral jonge vrouwen, uh, ook heel erg vrij. Um, dus uh, het verbaasde mij eigenlijk dat dat, um, dat, dat toch. Um, ja, dat het dat toch in, in, in Bosnië wel wat weerstand opriep. En vooral ook bij een wat oudere generatie. Um, en dat is ook eigenlijk ook precies de reden waarom ik de film wilde maken. Want ik wilde daar ook een beetje tegen ingaan. En uh, dat is denk ik wel gelukt. Ik denk dat zij wel een hele grote groep representeert. Ik denk dat er een. Dat er een een groep is en ik, nou, ik zie ze zelf best wel veel op Instagram, maar uh, van uh, jonge mensen die um, die opgegroeid zijn tussen twee culturen um, en die uh, ja die er genoeg van hebben om op een bepaalde manier gezien te worden of om bepaalde hokjes uh, gestopt te worden of Um, die, die, die niet tevreden zijn met de plek die hen wordt aangeboden in de, in de maatschappij. En um, die in die zin het heft meer in eigen handen nemen en, 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 en rebels zouden worden. Dus uh, ik denk dat zij. En, en die mensen worden niet heel vaak gerepresenteerd in de media. Uh, maar ik denk dat die groep wel uh, groot is en ook uh, steeds groter begint te worden. En ook zeker. Ook zeker in, in, een, in, in een creatief vlak. Um, dus er zijn ook, ook steeds meer kunstenaars en filmmakers uh, komen uit die groep. Uh, je zou kunnen zeggen dat Barry Jenkins ook uit die groep komt. Of gewoon wereldwijd zie je dat er steeds meer makers uh, in de cinema, zeker uh, opstaan, die uh, niet die misschien niet tevreden zijn met de plek die aan ze gegeven is en die dan via de cinema een andere wereld proberen neer te zetten uh, en een wereld die misschien wel invloed kan uitoefenen op de echte wereld. Um, dus ik denk niet, ik denk zeker niet dat het personage wat ik wilde uh, representeren of of wat ik heb wat ik wilde neerzetten een soort van unicum is of een uitzondering. Ik denk wel zeker dat zij uh, ja, een hele grote groep vertegenwoordigt. Wat, wat ik heb geprobeerd te doen in de film is, um, is niet alleen maar de personages uh, definiëren uh, door middel van best abstracte dingen zoals migratie en identiteit. Dus het is niet, je bent niet een migrant. Dat, 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 dat is niet hoe iemand opstaat in de ochtend. En dat zijn niet de issues waar je dagelijks. Uh, Diep in de kern mee zit. Ik denk dat. Uh, voor, ik, ik weet wel zeker dat, dat. dat dat eigenlijk mensen heel erg op, op elkaar lijken. En dat mensen uh, gelijk zijn. En dat we diep van binnen heel erg worstelen met uh, issues die overeenkomen. En dat. Uh, dus dat wilde ik. Dat, dat wilde ik vooral aanraken in de film. Um, dus ik wilde het construct laten zien, waar, uh, de geconstrueerde wereld waar de personages in ronddolen, zou je kunnen zeggen. Maar uiteindelijk wilde ik ook gewoon hun, hun, hun existentie aanraken. En wat maakt hen mens? En dan, uh, dan kom je inderdaad op, uh, op twee dingen. Uh, de ene is de dood, want, want, want we gaan allemaal dood en daar moeten we ons allemaal toe verhouden. En de andere is. Uh, Seksualiteit zou kunnen zeggen, maar je zou ook kunnen zeggen liefde. En of die twee samen, en misschien. En, en de verhouding tot, van die twee tot elkaar. En dat, zijn, dat, dat is het andere waar we allemaal uh, ja, vroeg of laat uh, wel mee moeten dealen in ons leven. Uh, of niet eens vroeg of laat, maar gewoon onvermijdelijk. Het zijn dingen die, die onderdeel uit, uh, uitmaken van ons leven. En um, ja, dus, 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 dus die, die dingen heb ik. Ja, dat, dat werden steeds belangrijkere thema's uh, tijdens het maakproces uh, van, van deze film. Um, omdat ik uh, de personages uiteindelijk vooral wilde. Um, ik wilde eigenlijk vooral hun, hun menselijkheid uh, onderstrepen. Dus ik wilde dat iedereen uh, de film zou kunnen kijken, wie je ook bent. En dat je dan toch jezelf kan herkennen. In, in die mensen die je ziet. En dat je dus niet uh, je zou kunnen distancieren van de film door te zeggen: ja, maar dat is een migrant en dat ben ik niet. Um, nee, dat is een mens die worstelt en die worstelingen, die, die als het goed is, uh, als je heel eerlijk bent, dan herken je die. Nee, ik, um, ik, ik, was, ja, ik was gewoon ik was heel erg geraakt door de tentoonstelling en ik, ik, die menselijke. Uh, Kant, die, die heb ik daar ook wel in, in kunnen zien. En, en uh, nou ja, um, vooral bijvoorbeeld in die scène van uh, uh, het koppel, de, de, de kamikaze-piloot en, en zijn vrouw, dit, die allebei blind zijn, die, die aan het eten zijn, dat is ja, dat gaat over uh, een soort van blind zijn voor um, voor een soort uh, maatschappelijke druk uh, die leidt tot de dood. Uh, dus dus um, uh, eigenlijk heel, heel gevaarlijke krachten. Uh, maar uiteindelijk wat je ziet zijn twee mensen die eten. En je ziet uh, toch een soort van verhouding tot de liefde. En op een gegeven moment is hij verdwenen en dan zie je haar daar zitten en zij is, zij is blind. En, en, je, en, je, en je ziet haar in, in, in een soort van eenzaamheid. Uh, zie je hoe zij is achtergebleven. En ja, dan, daar worden het gewoon heel erg mensen voor mij. En daar, daar, um, dan denk ik meer aan, aan mijn eigen menselijke problemen. Mijn eigen uh, eenzaamheid en mijn eigen verhoudingen tot de liefde. Dan dat ik denk aan die Kamikaze-piloot. Maar, maar het hele construct komt dan uh, nog harder binnen. Dus ik heb, dat, ja, ik heb dat ook wel in een tentoonstelling kunnen zien. Ik uh, denk dat het belangrijk is dat we plekken hebben waarin we niet per se meteen iets van dingen moeten vinden. En, en waar we gewoon mogen nadenken over de complexiteit van, van het leven of van de situatie. En dat kan heel erg. Daar kan film een hele grote rol in spelen. Uh, want het maakproces van een film duurt lang. Dus je bent ja, toch wel. Uh, een paar jaar bezig voordat je, voordat je een film hebt. En in die paar jaar kan je echt een onderwerp goed onderzoeken. En, um, en, en, en er hoeven dan ook geen kant-en-klare antwoorden uit te komen. Dus het is veel meer de grijsgebieden opzoeken dan, dan, dan het zwart-wit.